Hallo, ik ben Cor. En ik ben Rona. En samen zijn wij Cor en Rona. De afgelopen tijd hebben jullie al redelijk veel met Bijbelbasics moeten doen. En heb je dat samen gedaan met je vader en je moeder, met je broer en zus, met je tante en je onkel, misschien je oma en je opa, misschien Moeke en Bompa, misschien met je hond of met je kat of met je kleine konijn. Ik denk dat ze het wel snappen. Ah ja, in ieder geval, wij twee, Cor en Rona, we hebben dat ook samen gedaan. En in de komende weken en misschien zelfs maanden gaan wij een beetje vertellen ja, wat we hebben meegemaakt, of wat we hebben gelezen, of wat we hebben gezien. En dat gaan we dan tegen jullie vertellen. En we gaan jullie uitdagen. Echt? Echt waar. Ja. De komende 4 weken gaan we het hebben over een heel speciaal iemand. En Cor, ik heb nu al de eerste uitdaging. Oh, kei tof. Mm-hmm. Wat is de uitdaging, Rona? Jij moet raden over wie we het de komende 4 weken gaan hebben. En jullie mogen thuis ook meedoen. Oh, kijk, cool. Succes. Ik heb wat tips voorbereid. En aan de hand van die tips moet jij het raden. Oké. Goed? Ik ga mijn best doen. De eerste tip? Ja. Oké. De eerste tip. Mijn vader heet Amos. Goda, jouw vader heet helemaal niet Amos. Maar Cor, de vader van de persoon die we zoeken, die heet Amos. Ik doe alsof ik die persoon ben nu, hè? Oké, ja, sorry. Okay. Doe maar de volgende tip. De volgende tip. Ik ben getrouwd en heb 2 zonen. Dat is een gemakkelijke. Dat gaat over Herman. Maar, Cor, Herman heeft 3 zonen. Oh, ja, oké. Oké, ik zal nog een tip geven. Oké. Ik werk aan het hof van de koning. Nee, geen idee. Nee. Ik heb een eigen Bijbelboek in het Oude Testament. Dat is Genesis. Ah, nee. Genesis is natuurlijk geen persoon. Ah, ja. Hmm. Ik word ook genoemd in het Nieuwe Testament. Nee, ik heb precies geen idee. Nee. Ik zal nog een tip geven. Hmm. Ik moet de mensen vertellen wat er gaat gebeuren als ze niet goed naar God luisteren. Is dat niet zoiets als een plofkeet? Een profeet. Oh, een profeet. Zeg, een profeet. Ja, wat doet hij weer helemaal precies? Ik weet dat niet meer. Een profeet is iemand die naar de mensen toe gaat om hen een boodschap te vertellen wat hij van God heeft gehoord. Amai. En dat is een profeet. Een profeet, ja. Inderdaad. Maar dat is wel niet altijd zo gemakkelijk, want de mensen die willen niet altijd luisteren naar wat God hen te vertellen heeft. Ja. Dus hij heeft een moeilijk beroep, hè, onze man? Ja, echt waar. Chic beroep, profeet. Profeet. Oh, profeet. Ja. Goed. Wil je nog een tip? Ja, graag. Ja. Graag. Ik weet het nog niet. Mijn Bijbelboek is best dik. Er zijn zoveel dikke Bijbelboeken. Dat is waar. Hmm. Een laatste tip? Oké. Okay. Mijn naam begint met de letter J. En dus de laatste tip. Ja. Ik weet het echt niet. Nee. Hebben jullie het kunnen raden? Zal ik het zeggen? Ja, graag. Mijn naam is Jesaja. Oh, natuurlijk. Met de J, Jesaja. Oh, maar Jesaja, zei Jesaja, wel een supercoole kerel, hè? Mm-hmm. Weet je wat hij had meegemaakt? In het begin vroeg God zo aan Jesaja: kent je iemand die mijn boodschap kan overbrengen naar het volk? En weet je wat Jesaja zei? Stuur mij maar. Amai, dat is dapper. Chic, hè? Ja, mm-hmm. En dan zei Rona net, ja, die mensen, die profeten, die mensen willen soms niet luisteren naar die. En die Jesaja, die zegt gewoon net, stuur mij maar, zonder problemen. Zeg, Cor, zou jij dat durven als God aan jou vroeg? Ga dat eens doen voor mij? Oh, als God nu vraagt aan mij, hey Cor, ga eens naar de winkel. Denk dat ik dat wel zou durven. Ja. Maar zou die zeggen, oh, ga naar China? Of ga naar, misschien zelfs in de stad Bill, en ga maar zeggen wat die mensen niet goed aan het doen zijn? Ik weet niet of ik dat zou durven. Maar ik weet ook wel dat ik op God kan vertrouwen. Ja, en dat God waar. Mij kan helpen. Mm-hmm. En dat God van mij houdt en liefde voor mij heeft. Dus mm-hmm. Ik denk als ik vertrouw op God, wat ik ook wel doe, dat ik dat wel zou durven. Ja, ik eigenlijk ook wel, denk ik. Ja. Mm-hmm. Maar zeg, Cor, ja? Er is nog zoveel te leren over Jesaja. En wij gaan dat de komende 4 weken doen.
En nu kunnen we al het verhaal bekijken waarin dat God vraagt aan Jesaja om zijn profeet te zijn. En daarna kan je allerlei leuke dingen doen die in de Bible Basics staan. Ik heb zelfs al een doolhof gezien. Een doolhof, dat is wel voor de slimmen, hè? Ja, dat is waar. Maar voor de echte slimmerikken is er zelfs een geheime boodschap die je kan ontcijferen. Wow, zeg, daar gaan we al beginnen, hè? Oké, dat is goed. Zeg, veel succes en tot volgende week. Dag!